WK mist dus drie belangrijke basisspelers. Fik, Jongsma en Siemerman zijn er niet bij wegens schorsingen. 9 minuten gespeeld. Björn Swicker op Jan Hooiveld. Komt er niet uit. Een beetje het verhaal van de eerste 10 minuten van WK. Een te laag tempo. Maar met name de aannames zijn niet goed. AFC, 4 punten uit 4 wedstrijden. Hier een goede bal op Lutse Brink. En die bedient dan Ronny van S. En zo is het 0-1. Goede paas van achteruit door Mike Ruiter. Lutse Brink, oudspeler van de Knickerbockers in Groningen. En daar weet Ronny van S wel raad mee. Vroeg in de wedstrijd dus, na 15 minuten. De achterstand voor de WKE dat ook niet goed voetbalt. Jan Hooiveld. Makkelijk om zijn tegenstander heen en dan een harde schot. Naar doelman Raymond van Emmerik ziet die bal toch zeker wel een halve meter langs zich heen gaan. Dan hier de 2 tegen 0. Na 20 minuten opnieuw van S. Dit keer op aangeven van Dwight Jeffrey. Goed teruggelegd, helemaal vrij van S. En we staat WKE dan kinderlijk te verdedigen. Swicker. Ja, met een vreselijk slecht schot. Raakt hem verkeerd. En het is in principe al tekenend voor het spel van WKE in de eerste helft. Maar AFC gaat dan door. Hier is het Lutse Brink die Sjoerd Jens bedient. En zo staat het 3 tegen 0 na 32 minuten. Jens, de topschutter van de topklasse zondag vorig jaar met 22 goals. Weet hier wel raad mee. Prima goal van de spits van de Amsterdammers. Wedstrijd natuurlijk lang en breed gespeeld. Want een 3-0 achterstand goed maken, dat zou knap zijn. Loer op Swicker. En een metertje naast. Dat is het verschil. AFC is behoorlijk effectief. En WKE krijgt wel een paar redelijke kansen. Maar weet daar geen raad mee. Op de achtergrond met een muts was het even Siemerman. Hij er dus niet bij. WKE is wel in beroep gegaan tegen zijn schorsing. Om te hopen dat ze nog dinsdag tegen Den Bosch in de beker in hetzelfde stadion van Emmen wel van de partij kunnen zijn. Wil Koops inmiddels ingevallen in de tweede helft. Met een kopballetje. Maar er zit weinig spanning meer in deze wedstrijd. AFC leunt naar achteren. Vindt het wel goed. En WKE probeert wat om nog een aansluitingstreffer te maken. Opnieuw Wil Koops. Dit had gewoon tussen de palen gemoeten in plaats van op de lat. En met nog een kwartier te gaan, nog altijd dus die 0-3 achterstand. Swicker hier met een kopbal. Demeijer in de rebound. Maar WKE behoudt balbezit. Buurmeijer weer terug van zijn hamstringblessure. Alma Doek. Danny Holband kan de bal niet controleren, maar gaat wel goed door. Dan ook Robin Demeijer, Peter van der Slot. Heeft alle tijd om iets met die bal te doen, maar schiet ook over. En dat is dus het verhaal van WKE van vanmiddag. Veel kansen, maar helemaal niks is echt gevaarlijk. 5 minuten voor tijd, invaller Joost. Hij kijkt hier de bal en frommelt de bal nog langs Bangma. En zo staat het 0 tegen 4. Joost, hij met een gelukje, maar die tellen ook 0-4. Een afstraffing voor WKE. Een lesje in effectiviteit krijgt de ploeg van trainer Hendrik Oosting. In de slotfase de allerlaatste mogelijkheid om een goal. Maar ook dit schot gaat over van Peter van der Slot. WKE verliest met 4-0. Kansen maken, hun benutten ze en wij schieten ze over of naast. Of de keeper van hem had ook een goede redding. Dus effectief waren ze.